Terwijl de een geniet van knoppen die veranderen in bloemen, niest de ander er een stuk minder vrolijk op los. Hoe kan het dat sommige mensen last hebben van pollen? Hooikoorts is te herkennen aan onder andere een geïrriteerde huid, loopneus en overmatige slijmproductie, hoofdpijn, problemen met ademhalen en diarree. Wist je dat mensen door een hooikoortsaanval zo slecht rijden dat hun rijprestaties te vergelijken zijn met die van iemand die 2 of 3 glazen alcohol op heeft? Iemand met hooikoorts krijgt prikkende ogen van een bepaald soort pollen. Zodra stuifmeel de neus binnendringt, denkt het afweersysteem dat er een gevaarlijke indringer is. Het immuunsysteem produceert dan de antistof histamine. Gebeurt dit een tweede keer, dan gaat het mis. Het immuunsysteem herinnert zich dat pollen gevaarlijk zijn en produceert nog grotere hoeveelheden histamine om de pollen te bestrijden. Histamine is een lichaams-eigen stof. Goed! Histamine is een lichaams-eigen stof en komt ook in voeding voor. Als je hooikoorts hebt, kun je ook klachten krijgen na het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Dit wordt een kruisreactie genoemd. Je lichaam heeft een grens tot waar het histamine kan verdragen. En omdat histamine steeds weer wordt aangemaakt, wordt het lichaam niet geholpen door histamine, maar krijgt juist last van een allergische reactie. De antistoffen die je lichaam aanmaakt tegen pollen richten zich dan ook tegen bepaalde eiwitten in voedingsmiddelen. Hooikoortsklachten breiden zich in dat geval bijvoorbeeld uit met maag- of darmklachten, zwellingen van de lippen of galbulten. Zo zit dat.